tweedejaarsstudent aan de PABO. Tijdens zijn eerste stagedag op basisschool Het Pluimpje in groep 7-8 valt zijn mond open van verbazing. Tijdens het zelfstandig werken zijn de leerlingen in kleine groepjes allerlei verschillende activiteiten aan het doen rondom het thema Onze Wereld. Zo is er een groepje dat van Lego de Eiffeltoren nabouwt. En er is een groepje met prachtig fotomateriaal bezig een muurkrant te maken. Ook oefenen kinderen een Spaanse dans en sommige kinderen zijn dieren aan het bestuderen. En zo zijn er nog veel meer activiteiten. Wanneer Benjamin aan het eind van de dag vraagt aan de groepsleerkracht waarom zij de leerlingen met zo'n diversiteit aan activiteiten laat werken, legt zij hem het idee achter meervoudige intelligenties uit. Aan het eind van de jaren 70 deed de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner onderzoek naar het menselijk intellectuele potentieel. In 1983 publiceerde hij zijn theorie over meervoudige intelligenties. Volgens Gardner is intelligentie het vermogen om bestaande problemen op te lossen, maar ook om nieuwe problemen te kunnen bedenken. Hij gaat uit van 8 verschillende intelligenties. Verbaal-linguistisch, logisch-mathematisch, muzikaal-ritmisch, naturalistisch, intrapersoonlijk en interpersoonlijk, lichamelijk-kinesthetisch en visueel-ruimtelijk. Gardner claimt dat iedereen elke intelligentie in een bepaalde mate in zich heeft, maar sommige intelligenties zijn meer of beter ontwikkeld dan andere. Daarnaast stelt Gardner dat de meeste opdrachten een beroep doen op meerdere intelligenties tegelijkertijd. Er is ook een flink aantal tegenstanders van Gardners theorie. Zij stellen dat zijn gedachtegang over de werking van de hersenen onjuist is. En ze zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is die zijn theorie bevestigt. Ze zijn sceptisch tegenover een stroming in het onderwijs die Gardners theorie omarmt en bizarre onderwijsactiviteiten ontwikkelt, zoals werkwoordspelling met behulp van twijgjes en blaadjes. Hoewel het klopt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor meervoudige intelligenties, is er juist vanuit onderwijskundig perspectief een breed scala aan activiteiten denkbaar om te kunnen differentiëren. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een verhaal, het opnemen van een lied of het kunnen ontcijferen van een puzzel. Scholen zijn vaak in hun aanbod en in hun toetsing erg gericht op de verbale ontwikkeling van kinderen. Door kinderen aan te sporen een veelvoud van intelligenties te ontwikkelen en meerdere activiteiten aan te bieden, zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven. Als je weet wat de natuurlijke talenten zijn van een leerling, kun je het onderwijs op deze sterke kanten focussen, matchen. Tegelijkertijd kun je leerlingen uitdagen om nieuwe gebieden te ontwikkelen, door activiteiten buiten de comfortzone aan te bieden, stretchen. Volgens Gardner is ieder kind een belofte in één of meerdere gebieden. Iedereen heeft wel iets wat hij leuk vindt, wat hem interesseert of waar hij beter in wil worden. Het is belangrijk om erachter te komen wat dat precies is en hoe je je daar vervolgens verder in kunt ontwikkelen. Scholen zouden leerlingen bij deze zoektocht moeten ondersteunen. Of, zoals Plato het ooit omschreef, het is het doel van het onderwijs om ervoor te zorgen dat je wil doen wat je moet doen.